en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een leuke review video. Ik ga vandaag make-up testen van de Lidl. Ik heb hier allemaal make-up liggen. Ik heb een foundation, ik heb een lipgloss, lipstick, oogschaduwen en nog veel meer dingen. Ik ga mijn eerste indruk laten zien aan jullie. En ik ga met jullie mijn dag door en dan laat ik aan het einde van de dag zien hoe de make-up er nog op zit en wat ik er uiteindelijk van vind. Ook heeft de Lidl leuke producten om je make-up eraf te halen. Ik heb daar ook een aantal producten van gekocht. Dus aan het einde van de dag gaan we ook samen mijn make-up eraf halen en dan ga ik ook vertellen wat ik vind van die producten. Dus ben je benieuwd wat ik van de make-up van de Lidl vind en wat ik vind van de make-up remover spullen van de Lidl en hoe ik deze make-up look heb gemaakt, dan blijf gewoon even kijken. Nou, we gaan beginnen. Deze twee plukken hier willen maar niet omlaag. I can't. Ik ga eerst even mijn gezicht primen met de LA Girl Pro Primer. Ik heb geen primer van het Lidl, dus vandaar dat ik deze gebruik. Als je misschien een beetje geruis op de achtergrond hoort, dan kan dat het super slecht weer is. Er is echt heel veel sneeuw en heel veel wind. Dus het kan zijn dat je af en toe een beetje wind hoort. Nou, ik heb wel een foundation van de Lidl. Deze foundation heet Foundation. Super origineel. En dit is de kleur 040 Soft Caramel. Ik kon geen andere kleuren vinden. Dit was ook echt de laatste foundation. Dus het kan zijn dat er meer kleuren zijn. Maar dit was de enige die er in mijn Lidl nog was. Op de achterkant staan de ingrediënten. En er zit 30 ml in. En verder staat er eigenlijk niks op. Ik ga hem eerst even op mijn hand doen. Dit is dan de kleur. Ik denk dat hij best wel goed matcht met mijn huidskleur. Nou, ik ben benieuwd. Ik zet gewoon weer een paar stippen op mijn gezicht. Hij is best dik. Hij vult best dik aan. Dus ik hoop dat hij dan ook gewoon goed dekt. Ik ben echt zo benieuwd. Ik hoop ook dat hij mat is, want ik hou altijd van mat. Hij ruikt ook echt heel erg naar parfum. Het ruikt echt heel lekker. En dan ga ik het inblenden. De kleur is op zich best wel een goede match met mijn huidskleur. Daar ben ik best wel blij mee, aangezien dit mijn enige optie foundation was. Maar ik heb dus geluk bij merken die niet veel kleuren foundations maken. Die maken vaak dan de kleuren een beetje medium. En dat is vaak ook gewoon mijn huidskleur. Dus in bijna elke make-up line is mijn huidskleur er wel. Hij blendt best wel makkelijk uit. Hij dekt ook echt best wel... Dit is gewoon best een goede foundation. Dit had ik nou echt niet verwacht. Foundations zijn meestal het slechtst. Die worden meestal het slechtst gemaakt bij wat betaalbaardere make-up merken. Betaalbaardere. Maar deze... is op zich best goed. Het is een beetje een medium dekking. Er is echt niks mis mee. De kleur is echt perfect. Ik ga iets meer aanbrengen om te kijken of dat kan. Of dat je deze gewoon meerdere malen kunt aanbrengen om het iets dikker te maken. Oké, nou dat maakt niet echt veel verschil. Dus dat heeft echt niet echt nut. Je moet gewoon één keer aanbrengen en that's it. Je kunt de dekking niet echt meer maken. Maar tot nu toe vind ik deze foundation echt oké. Ik heb geen concealer of poeders van de... ik wilde zeggen Action. Van de Lidl. Dus ik ga even snel mijn eigen producten gebruiken en dan kom ik zo terug. Nou, ik heb concealer opgedaan, ik heb afgepoederd en ik heb een beetje hier gecontoured. Echt super lichtjes. Voor de rest heb ik nog niks gedaan. Nou gaan we verder met de ogen. Ik heb hier vier kleuren oogschaduw. Dit waren ook de enige kleuren die er waren, dus ik heb ze gewoon allemaal gekocht. Ik heb één lichte nude kleur. Ik heb één bruinige kleur. Ik heb één blauwe kleur. En ik heb een roze kleur. Nou, ik heb ze even geswatcht voor jullie. Geen enkele kleur is echt volledig mat. De blauw en de bruine kleur zijn het meest richting een matte kleur, maar er zit een lichte glans overheen. En de roze en de witte kleur zijn wel heel veel glans. Vooral deze roze kleur. Dat is echt een glitterkleur. Nou, toen ik deze swatches aan het maken was, ik moest best wel vaak eroverheen. Dus ze zijn niet echt heel goed gepigmenteerd. Maar ik denk dat je hier een prima alledaagse look mee kunt maken. Dus dat ga ik dan ook proberen. Oh, ik ben helemaal vergeten te vertellen hoe duur alles is. De oogschaduwen zijn 2 euro per stuk. En de foundation was ook 2 euro. Ik heb mijn ogen al gepruimd met de concealer. Ik ga eerst deze witte kleur gebruiken om mijn hele oog af te poederen. Dit doe ik natuurlijk altijd eerst. Er is inderdaad niet heel veel pigmentatie. Normaal, als ik zo'n soort kleur gebruik, worden mijn ogen echt een stuk witter. En nou niet echt. Maar it's doing its job. Dus hij doet gewoon wat hij moet doen. Ik ga deze bruine kleur als transitiekleur gebruiken. Trouwens, de grotere blending kwast die ik altijd gebruik is gewoon van de HEMA. Deze is echt goed. Er komt best wel veel poeder vanaf. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Dus echt als je erop gaat, er valt echt allemaal poeder naar beneden. Dus je moet echt goed aftikken. De kleur is echt best wel mooi. Het is echt een mooie transitiekleur. Ik denk dat deze kleur geschikt gaat zijn voor heel veel huidskleuren. Behalve als je heel donker bent, dan gaat hij echt te licht zijn. Ik heb echt al heel lang geen alledaagse look meer gemaakt. Dus het is wel leuk om er weer eentje te maken. Nou, ik wil eigenlijk deze twee kleuren allebei gebruiken. Maar ik moet even bedenken hoe ik dat ga doen. Want roze en blauw is niet een kleurencombinatie die ik samen zou gebruiken. Ik denk dat ik de blauwe kleur op mijn ooglid doe. En met de roze kleur een beetje highlight. Ik ga even deze onder mijn wenkbrauw doen en zien wat er gebeurt. Hopelijk is hij niet roze. Maar op de swatch op mijn hand leek hij meer naar de witte kant dan naar de roze kant. Dus ik denk dat je er wel mee kunt highlighten.
doe hem even onder mijn wenkbrauw. Ja, hij is echt super mooi als highlight. Je ziet wel een lichte roze glans, maar het is niet te roze. Dus je kunt gewoon prima mee highlighten. Nou ga ik de blauwe kleur helemaal op mijn ooglid doen. Ik ga nou kennelijk dus een blauwe ooglook doen. Dat wist ik nog niet voordat ik begon. Ik maak ook mijn kwast nat met MAC Fix Plus. En ik doe dit gewoon op mijn hele ooglid. Nou, er komt echt bijna geen kleur. Zelfs met MAC Fix Plus komt er niet echt veel kleur vanaf. En er is best wel veel fallout. Je kunt hier zien, het valt allemaal naar beneden. Ook blijft het echt heel poederig nog op mijn oog. Dat is ook echt minder. Ik wil echt een ooglook maken met alleen deze vier kleuren. Dus ik hoop dat het lukt. Ik hoop niet dat ik nog een andere oogschaduw moet gaan gebruiken die niet van de Lidl is. Wat ik wel echt mis is een hele donkere bruin of zwarte kleur. Dat was wel fijn geweest. Hij brengt ook niet gelijk aan. Op de ene plek komt meer dan op de andere plek. Dus je moet er echt best wel vaak overheen gaan om het mooi te maken. Echt mijn hele tafel hier ligt nou onder blauwe oogschaduwpoeder. Ik vind deze kleur echt niks. Nou pak ik deze bruine kleur en dan ga ik de randen een beetje uitblenden. En dan pak ik weer deze blauwe kleur en daarmee ga ik weer de randen nog extra uitblenden. Nou blijf ik wel echt dicht bij de blauwe kleur, anders wordt het helemaal oogblauw. Ik vind de blauwe kleur echt niet goed. Ik ga jullie even een beetje inzoomen, zodat jullie het beter kunnen zien. Kijk, er is hier superveel gevallen en dit is allemaal de blauwe oogschaduw. Van de bruine is er echt bijna niks gevallen. Dus dit is allemaal de blauwe. Je kunt ook zien wat er op de ene plek meer komt dan op de andere plek. Hier kun je gewoon mijn huid zien. En dat is echt gewoon niet mooi. Hij blendt op zich wel fijn, maar dat is ook echt het enige positieve wat ik erover te zeggen heb. Nou pak ik weer deze bruine kleur en die doe ik op mijn onderste wimperrand. En dan pak ik weer deze blauwe kleur en die doe ik ook op mijn onderste wimperrand. De bruine kleur heb ik onder iets dikker aangebracht. En met de blauwe kleur focus ik me meer echt op de wimperrand. Dus ik ga niet te ver naar beneden. Nou, ik zie echt bijna geen blauw. Ik pak echt superveel, maar het wil gewoon niet blauw worden. Oh, nou wel. Nou was het iets blauwer. Maar je moet echt like 10 keer eroverheen gaan voordat het een beetje blauw wordt. En deze roze kleur ga ik nog aanbrengen in de binnenste ooghoek. Ik vind dit echt zo'n mooie highlight kleur. Ik denk dat ik hem ook straks gewoon als highlighter ga gebruiken. Want echt roze is hij niet. Dus ik denk dat het wel kan. Zo, dan is de ooglook af. Wat vinden jullie ervan? Ik vond in principe alle oogschaduwen goed, behalve de blauwe. Deze blauwe, nee. Ik zou deze echt niet kopen. Deze is echt niet mooi. Hij brengt gewoon niet mooi aan. Er zijn genoeg betaalbare merken met een blauwe oogschaduw die beter is dan deze. Dus ik zou hier je geld niet aan spillen. Deze kleur vind ik mooi als highlight kleur. Ik denk dat als ik hem op mijn hele ooglid zou doen, ik hem niet genoeg roze zou vinden. Dus ik zou deze meer doen als highlight. Maar ik vind hem echt heel mooi. Deze bruine heeft me echt verrast. Hij is echt heel mooi als transitiekleur. Ik heb er echt niks slechts over te zeggen. Ik kan deze zeker vaker gebruiken. En de nude kleur was ook gewoon oké. Nou, ik heb ook een eyeliner van de Lidl. Dit is een stift eyeliner. Nou, op mijn hand brengt hij heel fijn en heel zwart aan. Dus ik hoop dat deze goed gaat zijn. Ik denk het wel. Oh mijn god, deze brengt helemaal niet fijn aan. De kwast is heel hard, dus hij beweegt niet echt mee. Wat een drama. En ik had nog zo'n goede hoop toen ik de swatch maakte. Oh god, deze eyeliner gaat het echt verpesten. Deze gaat echt de look verpesten. Kijk hoe die wing is geworden. Wat is dit? Ik hoop dat ik dit nog ga kunnen redden, want ik moet wel zo over straat. Kijk dit. Oké. Mensen die nou deze video als allereerste video van mij bekijken, gaan nou echt denken dat ik geen eyeliner kan zetten. Het ligt echt aan deze. Het ligt niet aan mij. Oké, mensen, dit kan echt niet hoor. Dit kan echt niet. Op zich, tot aan de wing is hij mooi, maar hier wordt hij echt veel te dik. Ik wil de wing gewoon weghalen en opnieuw beginnen eigenlijk. Nou, dit heeft een 20 minuten gekost. Ik vind de wing veel te dik, maar het is nou eenmaal zo. Als ik ze weer ga weghalen, verpest ik ook de oogschaduw. Dus ik wil dat niet doen. Ik ga hem gewoon hier ook zo dik proberen te maken. Dan mest hij tenminste nog. Oh, zo annoying. Nou, hier is hij wel iets beter gelukt. Hier echt totaal niet. Nou, ik ben klaar met de eyeliner. Deze is echt iets beter gelukt dan deze. Deze eyeliner vind ik ook vreselijk. Oh my god. Het tipje is heel hard. Dus als je het aanbrengt, trek je steeds je hele ooghuid mee. Waardoor het niet mooi strak wordt. Het is alsof zodra het op je oog komt, de pigmentatie ook een beetje eraf gaat. Hij voelt een beetje droog aan.
En het is gewoon allemaal heel droog en heel stroef. En ja, je kunt er niet echt iets moois van maken. Dus ook voor deze lage prijs zou ik deze niet halen. Deze eyeliner was trouwens ook 2 euro. Bijna alles is 2 euro. Nou, dan ga ik verder met mascara. Dit is de volume mascara, ook van de Lidl natuurlijk. En voor de mensen die van waterproof mascara houden, deze was er ook in waterproof. Ik vind alleen dit niet zo fijn. Ik hou niet van dit soort borsteltjes. Maar ik ga het gewoon doen. Oeh, hij breekt wel fijn aan. Ik heb wel hele mini wimpers, dus je gaat het eigenlijk vooral alleen zien op mijn onderste wimpers. Maar ik kan het hier wel zien, op mijn bovenste wimpers. Hij is echt niet slecht. Hij maakt ze best wel lang. Hij maakt ze vooral lang, niet heel dik. Nou, totaal ook geen klontjes. Tot nu toe gaat het goed. Ik ga het even op mijn onderste wimpers doen. Hij is wel vrij dik, dus je moet oppassen dat je niet op je huid gaat. Ik ging gewoon in mijn oog. Ik zeg net dat je moet oppassen en dan pas ik niet op. Nou, op mijn onderste wimpers is hij ook oké. Ja, zoals ik al net zei, hij is best wel groot. Dus ja, je komt echt een beetje hier op je huid. Dat is niet zo fijn. Maar hij maakt vooral lang. Hij maakt niet heel dik, dus er komen ook geen klontjes. Dus dat is het voordeel eraan. Maar het nadeel eraan is dat je niet echt voldoende krijgt. Maar deze mascara vind ik ook echt oké tot nu toe. Nou, iedereen die me al een tijdje volgt weet dat ik altijd nepwimpers opdoe. Ik heb die helaas niet van de Lidl. Dus ik ga ze even snel opdoen en dan kom ik zo terug. Nou, ik ben er weer. Ik heb nepwimpers opgedaan. Ik heb blush opgedaan. En ik heb een beetje gebronst. Voor de rest heb ik eigenlijk niks gedaan. Oh, en ik heb een nude oogpotlood gedaan in mijn onderste wimperrand. De wimpers die ik op heb zijn de 308 van AliExpress. Ik zal in de beschrijving deze wimpers even linken. Ik heb nog geen highlight opgedaan, want daarvoor wilde ik deze oogschaduw proberen. Ik hoop dat het goed komt en het niet te roze wordt. Want tot nu toe gaat de video best goed. Ik zie er nog best goed uit, dus laat het zo blijven. En dan pak ik gewoon mijn highlighterkwast. Dit is de Boozy Brush Highlighter 3100 van de Boozy Shop. Super mooi. Echt mooi roze. Oeh, I like. Mensen, dit is echt mooi als highlighter. Serieus, ik heb hier nou echt iets ontdekt. Het heeft wel een lichte roze glans, maar dat is wel mooi eigenlijk. Het is gewoon een roze highlighter. Die heb je sowieso gewoon ook altijd. Ik doe hem ook op mijn neus en op mijn voorhoofd. Ik vind het echt mooi. Echt een mooie glow. Love it. Dit is echt mijn ontdekking van de dag, mensen. Nou, als laatste mijn lippen. Ik heb een lipstick en een lipgloss. Ik zal eerst beginnen met de lipgloss. Dit is gewoon een witte Frozen Ice lipgloss. Zo heet die, Frozen Ice. Het is een nude lipgloss met glitters. Echt heel mooi. Ik denk dat deze ook heel mooi gaat zijn als topcoat op het lipstick. Dus als ik straks de lipstick heb gedaan, doe ik deze er ook nog op. Maar ik wil hem ook gewoon even laten zien zonder iets eronder. Dus ik ga hem nou gewoon even zo opdoen. Hij glittert heel mooi. Je had hem ook in de kleur rood. En volgens mij nog een andere kleur. Maar dit leek mij de mooiste. Ook vooral omdat je hem ook als topcoat kunt gebruiken. Super mooi. Wat vinden jullie? Het is echt een hele mooie glitterkleur. Heel mooie glans. Maar ook weer niet too much. Nou, ik ga hem er even afhalen en de lipstick opdoen. Nou, dit is dan de lipstick. Dit is de kleur. Er staat geen kleur op. Oh jawel, hier. De kleur Fuchsia Pink, nummer 11. Je had meerdere kleuren. Dit is een hele fel roze kleur. Hij is niet mat, het is echt een creamy lipstick. Ik had hem eerlijk gezegd niet zo fel verwacht, maar nou ik er naar kijk, bedenk ik mijn eigen hoezo niet, want hier lijkt hij ook best fel, dus ik weet niet waarom ik dacht dat hij niet fel zou zijn. Ik ga hem even opdoen. Ik heb helaas geen lippotlood en ik wil ook geen andere gebruiken, omdat hij dan de kleur verpest, dus ik doe hem gewoon even alleen zo op. Nou, dit is dan de kleur. Het is echt een Barbie roze. Hij is veel te roze voor mij. Ik vind hem niet heel mooi. Ik vind hem ook niet heel fijn. Hij is niet heel gepigmenteerd. Hij is heel dun. Het lijkt een beetje op hele goedkope kindermake-up. Hij is ook maar 2 euro, dat begrijp ik. Maar de andere producten waren best goed, ook al zijn ze maar 2 euro. Dus ook voor 2 euro vind ik hem niet zo mooi. Je kunt ook heel goed alle lijntjes en velletjes zien op mijn lippen. Dat is dus absoluut niet wat ik wil. Nou, ik ga ook deze lipgloss er natuurlijk even op doen. Ik denk niet dat het heel mooi gaat zijn, omdat deze lipstick niet heel mooi is. Maar ik ga het toch even doen. Nou, ik moet zeggen dat met deze lipgloss erop het er iets beter uitziet. De lipgloss heeft een beetje de lipkleur gered, vind ik. Vooral bij mij. Ik vind hem echt, ja, ik vind het gewoon niet echt heel mooi. Ik vind de kleur niet mooi, maar ik vind ook gewoon de lipstick niet mooi. Nou, ik doe even wat fixing spray op mijn gezicht. En dan is de look af. Nou, dit was dan de make-up look. Ik heb al net een beetje verteld wat ik allemaal van de producten vind. Het product wat ik tot nu toe het beste vind is de foundation. Deze voor maar 2 euro. Echt, ik ben in shock. Deze is zo goed voor die prijs. Dus tot nu toe ben ik daar super tevreden over. Ik hoop aan het einde van de dag ook. En blijf vooral nog even kijken, want ik ga ook mijn make-up eraf halen met make-up remover spullen van de Lidl. En dan gaan we ook samen kijken wat we daarvan vinden. Dus dan zie ik jullie straks aan het einde van de dag weer terug. Tot zo! Nou mensen, ik ben er weer. Het is nou avond. Ik heb jullie gewoon alvast ingezoomd, zodat we gewoon gelijk goed kunnen kijken. Ik ben echt in shock.
Deze make-up is zo goed op mijn gezicht gebleven. Er is echt niks is eraf. De highlight is nog mooi. Mijn lippen zijn er wel af. Maar het was ook gewoon een lipstick en een lipgloss. Dus het is normaal dat dat eraf gaat als je gaat eten en drinken en zo. Zelfs de lelijke blauwe oogschaduw zit er nog gewoon goed op. Echt, ik ben echt in shock. Vooral deze foundation. Nou, deze is gewoon echt goed. Jullie moeten deze gewoon echt kopen voor 2 euro. Zelfs de lelijke eyeliner die zo moeilijk aanbracht zit gewoon nog goed op. Nou, ik ben echt super positief over deze make-up van de Lidl. Ik sta nog wel gewoon achter wat ik net zei. De eyeliner brengt gewoon te moeilijk aan. Hij is echt te stroef, dus gewoon niet te doen. De lipstick vind ik ook echt niet mooi. Ik vind niet alleen de kleur mooi, maar zoals ik al zei vind ik ook echt de formule niet mooi. Hij voelt heel licht en heel goedkoop aan. En de kleur brengt echt je lijntjes in je lippen er heel goed uit. En niemand wil dat je dat ziet. Dus deze raad ik ook niet aan. En natuurlijk de blauwe oogschaduw. Ik moet wel zeggen, hij zit er echt nog steeds super goed op. Dus dat heeft hij wel echt in zijn voordeel. Maar met het aanbrengen, ja, hij is gewoon niet zo mooi. Deze foundation, zoals ik al net zei, echt wauw. De rest van de oogschaduws zijn ook echt prima. Vooral deze roze vind ik echt heel mooi. Je kunt hem doen als oogschaduw, maar ook gewoon als highlighter zoals ik heb gedaan. Ook die zit er echt nog best goed op. Dus het is ook echt toppie. En de mascara is gewoon, ja, is gewoon normaal. Is niet heel goed, niet heel slecht. Hangt er een beetje tussenin. Nou, ik had al verteld dat we ook samen de make-up eraf gaan halen. Dus dat gaan we even doen. Wat heb ik hiervoor? Ik heb deze make-up doekjes van de Lidl. Dit zijn de Sensitive Facial Wipes. En er zitten er 25 in. En het is zonder parfum. Je hebt hem ook met parfum, maar dit is dus de variant zonder parfum. De make-up doekjes die ik normaal gebruik zijn deze van de Action. Deze kosten 10 cent meer. Deze zijn 60 cent en deze zijn 70 cent. In allebei zitten er 25. En ik heb deze micellair water. Ik gebruik eigenlijk geen micellair water. Eigenlijk nooit. Dus dit wordt ja niet de eerste keer, maar ik heb het wel vaker gebruikt. Maar ik doe het niet elke dag. Dus ik ben benieuwd hoe deze werkt. En er staat op wit cornflower blossom, water en glycerine alcohol free. Dus ook geen alcohol in. En het is voor normaal tot gecombineerde huid. Nou, dan gaan we even dit gebruiken om onze make-up eraf te halen. We gaan nu even verplaatsen naar mijn badkamer. Nou, we zijn nu in mijn badkamer. Ik ga eerst mijn make-up eraf halen met deze doekje. Ik ga hem even openmaken. Oh, er staat op dat je de doekjes niet in het toilet moet gooien. Ik doe dat wel altijd. Zo slecht. Of ja, niet altijd. Af en toe in de prullenbak, af en toe in het toilet. Hangt vanaf waar ik ben. Maar dat moet ik dus niet meer doen. Ze ruiken echt niet lekker. Dit zijn die van de Action. Deze ruiken wel echt lekker. Maar ja, dat komt natuurlijk ook omdat hier parfum in zit. En deze parfumvrij zijn. Dus als je de lekkere geur wilt, moet je die pakken met parfum. Want deze stinken echt. Ik ga eerst dan even mijn wimpers eraf halen. En dan ga ik gewoon mijn hele gezicht eraf halen met deze doekjes. Ik ben benieuwd of het gewoon even makkelijk gaat. Maar ik denk het wel eigenlijk. Ze voelen wel echt heel zacht aan. Oh, echt, ik kan niet met die vieze geur. Oh my god. Volgende keer pak ik gewoon die met parfum hoor. Als dit mij bevalt dan. Oké, ik heb 1 oog er al afgehaald. Tot nu toe bevalt het mij best wel goed. Ze zijn zachter dan die van de Action. Die van de Action kunnen een beetje hard zijn. Ook al staat erop super soft. Maar toch zijn ze niet echt heel zacht. Ze doen af en toe een beetje pijn. Als je iets te hard drukt, doen die pijn. En dat heb ik met deze niet. Dus ik vind ze tot nu toe iets beter dan die van de Action. Ze zijn ook 10 cent meer. Maar ja, dat maakt niet uit. Het is geen wereld van verschil. Oh, daar gaan mijn wenkbrauwen. Nou, mijn make-up is eraf. Kijk, het zit allemaal op die doekjes. Ik heb er 3 gebruikt. Ik gebruik altijd 1 per oog en dan nog 1 voor mijn hele gezicht. Ik weet niet waarom ik dit doe, maar dit doe ik gewoon altijd zo. Deze doekjes zijn echt een topper. Ik vind ze beter dan de Action. Ze zijn echt heel zacht en ze halen mijn make-up er gewoon helemaal goed af. Dus ik vind ze top en ze zijn goedkoop. Nou ga ik deze micellair water proberen. Effective and Refreshing Facial Cleansing. Let wel altijd op als je make-up doekjes gebruikt om je make-up eraf te halen. Het gaat er nooit helemaal goed af. Dus je moet altijd nog extra schoonmaken met iets extra's. Zoals deze of een gel of wat je ook wilt. Want ik weet zeker dat er nou gewoon nog een beetje make-up op mijn gezicht zit. Je moet het dus gewoon op een wattenschijfje doen en dan gewoon de rest van je make-up eraf halen. Dus dat ga ik doen. Ik vind het echt leuk om dingen uit te testen. Je moet gewoon zo erop drukken. Komt er allemaal water uit. Er staat wrijven niet nodig, maar dat doe ik wel, want ik wil make-up eraf halen. Kijk, er komt nog gewoon echt make-up vanaf. Dat is dus de reden dat een make-up doekje niet genoeg is. Al je make-up moet er echt af. Ik ga zo gewoon door, totdat ik geen make-up meer zie op mijn wattenschijfje. Het brandt niet in je oog, dat is wel fijn. Sommige branden in je oog, heel raar. Die zijn echt niet fijn. Oké, wattenschijfje 3. Ik hoop dat het nou echt klaar is.
Alles is eraf. Nou ga ik even mijn gezicht wassen en drogen en dan kom ik zo terug. Normaal gebruik ik trouwens deze reinigingsgel van de Kruidvat. Dus welke van de twee vind ik beter? Ik vind de micellairwater makkelijker. Want je kunt gewoon snel met een doekje eroverheen je gezicht wassen en je bent klaar. Terwijl deze moet ik erop doen en dan moet ik het echt goed invrijven met een zo'n borstel die draait. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik zie hem hier nou ook niet liggen. Waar is hij? Met dit ding van de Action. Die doe je aan en dan kun je het gewoon zo in rollen, wrijven, weet ik veel. Dus dit kost iets meer moeite dan met alleen dit. Maar ik vind dit ook heel fijn. Maar ik hou het denk ik toch gewoon op dit, omdat dit iets beter reinigt. Maar ik zal deze vaker nog gebruiken als ik gewoon snel wil zijn en geen zin heb om helemaal dit te doen. Nou, het is vandaag echt een super positieve video. Ik vind echt bijna alles goed. Nou, vond je deze video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat kan gratis hier beneden. Laat ook een leuke reactie achter. Dat vind ik ook altijd leuk. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video.